Hoe vertelt mijn huid in godsnaam dat het herfst is? Wel, ik ga het jou vertellen in deze video. Hallo, welkom en fijn dat je kijkt. Ik vond vandaag best al wel een herfstig dagje eigenlijk. Het is al donker ook. Ik zit hier gezellig binnen in mijn zeteltje met mijn dekentje rond mij. En ik dacht voor ik ga slapen, want ik ga vroeg mijn bed in vandaag, wil ik nog iets vertellen over het verband tussen mijn huid en misschien wel jouw huid en de herfst. Als je kijkt, laat het mij even weten, want Facebook vertelt het mij niet meer. Maar laat het mij even kijken, laat het mij even weten, bedoel ik. Als je kijkt, dan kan ik even dag zeggen, anders wordt het hier een beetje eenzaam aan deze kant van de camera. Voor wie mij nog niet zou kennen, mijn naam is Tanja. Ik ben coach, ik help dames, vooral mama's, met heel makkelijk in te zetten tips en advies om weer helemaal te stralen en heel blij te worden van wat ze zien in de spiegel. En 3 dagen geleden keek ik in die spiegel en ik zag, wow, mijn voorhoofd was helemaal glimmend, vettiger. Ik had hier zo wat pukkeltjes, ik had hier zo wat pukkeltjes en ik wist, aha, het wordt herfst. En wat wil dat eigenlijk vertellen? Wel, deze zone hier, zo ja, ik heb hier zo 2 lijntjes. En die lijntjes, die leken zo iets dieper, die grofjes, dan anders. En die pukkeltjes, en wat zegt dat nu? Dit is de zone van de lever. Daarboven zit de zone van de dunne darm. En daarboven zit de zone van de dikke darm. En hier, ja, dit is de zone, dit is de hormonale zone. Nu, acne, pas op, acne is iets heel complex, dat hoor je mij niet zeggen. Maar altijd zit er een stukje in van het niet optimaal functioneren van lever en gal. Een verzwakking van de functie, een slechte afvoer van afvalstoffen en hormonen eigenlijk. Hey, dag Isabel, leuk dat je kijkt. Dus ja, hormonaal, ja, want in de lever worden hormonen afgebroken. Trouwens, ik heb ook zo'n beetje een stijve nek. Mijn schouders zitten zo wat stroever. Als ik mijn workout doe, dan voel ik van, wow, dat gaat een beetje moeizamer. Heel mijn trapeziusspier, dat is zo die kapachtige spier, die kapvormige spier, die zit zo wat vast. En ook dat wijst op lever, darmen en galfuncties die niet optimaal functioneren. Oké, dus werk aan de winkel. Maar hoe zit dat nu precies? Wel, die lever, onze lever is een van onze belangrijkste organen in ons lichaam. Onze lever is ook het grootste orgaan. De lever van een volwassen persoon, die weegt ongeveer 1,5 kilo. Dat is best wel wat. En onze lever heeft ontzettend veel scheikundige functies te vervullen. En een van die belangrijke functies is het zuiveren van ons lichaam. Alle afvalstoffen, alle toxines, die passeren voorbij de lever en daar moeten ze afgebroken worden. En wat gebeurt er nu in de herfst? In de herfst gaat ons zenuwstelsel van het zomerritme naar het winterritme. En dat is net de periode waarbij onze lever het een beetje harder te verduren heeft. Dus dat is de ideale periode om onze lever een beetje meer ruimte te geven. Om onze lever een beetje te ontlasten. Dat is ook de reden waarom ik mensen het advies geef om bij die wissel, zeker in de lente en dus ook in de herfst, een cleansing te doen, een body cleansing. En daar kom ik in een latere video op terug. Maar als je dat niet doet, als je gewoon lekker blijft voortdoen, en er allemaal geen rekening mee houdt, dan zou het wel eens kunnen dat je dus die symptomen van dat minder goed functioneren van de lever, dat je dat ervaart. En in mijn geval is dat mijn spieren die wat strammer zitten. Ik voel ook wel mijn gewrichten die wat, mijn vingers zwellen een beetje op. Maar dat heeft meer met de verzuring te maken eigenlijk. Daar kom ik later nog wel eens op terug. Maar in elk geval mijn huid, acne. Dat is altijd al zo geweest. Ik weet dat in de herfst is dat mijn symptoom. Nu, goed, wat kan ik eraan doen? Want ik vertel jou 3 dagen geleden, maar eigenlijk al mijn symptomen zijn ondertussen onder controle. Touchons du bois.
want binnen 4 dagen ga ik trouwen en dan wil ik er natuurlijk ook wel fris en zuiver uitzien. Wat heb ik gedaan en wat kun je doen als je daar ook last van hebt? Om te beginnen een aantal dingen elimineren of sterk verminderen. Namelijk het gebruik van suiker, alcohol, vlees, zuivel en vooral koemelkproducten, gluten. Gluten vind je in pasta, in brood, in beschuit, in crackers, in alles wat gemaakt is van deeg. Verzadigde vetten, verzadigde en transvetten, die zitten in industriële hoeveelheden, ook in industrieel bereide voeding, dus daar moet je vanaf blijven. Alle verzadigde vetten zijn slecht, behalve kokosolie, want dat is supergoed, moet je elke dag gebruiken. Voor mij zijn het vooral gluten en lactose die de boosdoener zijn. Dag Rita, hey, tof dat je kijkt. Wat kun je nog meer doen? Water drinken, veel water drinken, warm water drinken, daar had ik het in mijn vorige video over. Als je die gemist hebt, scroll maar eens even door de video's hier op deze pagina, dan ga je hem zeker wel tegenkomen. Aloe vera gel drinken. Ja, aloe vera gel. En ik weet het is niet het lekkerste. En dat komt omdat er bitterstoffen in zitten. En die bitterstoffen, daar vertel ik straks meer over. Dus als je aloe vera gel gaat drinken, kies dan alsjeblieft voor kwaliteit. Als je wil weten welke aloe vera ik drink en welke ik adviseer aan mijn klanten, niet waar Isabel en Rita, dan zet het dan even in de commentaar. Zet dan even VIP in de commentaar, want dan ga ik jou toegang geven aan mijn groep waar ik over al mijn producten praat of spreek. Aloe vera thee drinken, kruidenthee. Dit is mijn aloe vera thee. Lekker gezellig, 's avonds op de bank een theetje drinken. Santé. Maar andere kruidenthee is ook goed. Groene thee is ook goed. Maar die drink je natuurlijk niet 's avonds, want er zit cafeïne in. En dan zou je niet kunnen slapen. Maar in al die dingen zitten er bitterstoffen. En waar zijn die bitterstoffen nu zo goed voor? Die zijn fantastisch goed voor de lever. Weet je, toen ik klein was, was ik heel vaak bij mijn grootouders. En die hadden een gigantische kruidentuin. En elke ochtend ging mijn grootvader in zijn kruidentuin en die had daar stinkende gouwen staan. En die brak zo'n takje af van die stinkende gouwen en daar kwam dan zo een geel sapje uit. En die deed dat zo op zijn tong en dan had hij altijd zo'n geel vlekje op zijn tong. En dat was heel bitter. Ik heb daar dan eens van geproefd. En zo echt puur bitter. En hij zei, ja, het is niet goed, het is niet lekker. Maar het is zo goed voor mijn lever. Dat heb ik altijd onthouden. Toen dacht ik van, yeah right, zal wel. Maar later in mijn lessen fytotherapie is me helemaal duidelijk geworden waarom hij gelijk had. Ik drink liever aloe vera, dat vind ik iets minder vies. Ook al sommige mensen vinden het ook al kei vies, hè Isabel. Maar je hebt daar ook een goed trucje voor. Maar goed, bitterstoffen zijn belangrijk. Waarom? Omdat ze de afgifte van gal stimuleren en activeren in de dunne darm. En het is via die gal dat de lever de afvalstoffen vrijgeeft in de darmen. En het is via de darmen dat die afvalstoffen uiteraard finaal ons lichaam verlaten. Dus een goede afgifte van die gal betekent ook een vlotte stoelgang. Heel belangrijk. Dus bitterstoffen. Waar zitten nog meer bitterstoffen in? In uien, in look. Niet toevallig zijn dat alle twee dingen familie van de aloe vera. Waar nog? In groenten. Groenten en groene bladgroenten. Maar in groenten zoals artisjok. Ik heb er een paar opgeschreven. Ik ga even kijken. Artisjok, andijvie, witloof, broccoli, alle kolen, boerenkool, spruitjes, bloemkool, spinazie, snijbieten, sla, waterkers, avocado, selder. Allemaal bevatten die goede bitterstoffen. En waar ik ontzettend van hou, wie mij kent dat, weet dat, groene blaadjes. Verse groene kruiden. Basilicum, peterselie, koriander, paardenbloem, mariadistel. Wat hebben we nog? Rucola, munt, salie, rozemarijn. Dat zijn dingen. Hey Tekla. Allemaal dingen die super belangrijk zijn en die ik zeg altijd, ik geef altijd het advies mee. Maak een lekker bordje.
Stoom, wok je groenten, het is al gelijk, maar voeg er een handvol lekkere verse groene blaadjes aan toe. Dat maakt je maaltijd op slag al een heel stuk gezonder en ook lekker. En nu weet je ondertussen ook dat je lever een vreugdedansje maakt als je dat eet. Oké, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb een masker op mijn huid gelegd. Een masker met marine algen. En wat doen die? Die zuigen echt werkelijk al de afvalstoffen uit mijn huid. De doorbloeding wordt gestimuleerd. Mijn huid wordt helemaal schoon ervan. Lekker doorbloed. En heel zacht. En ik gebruik sowieso elke dag aloe vera ook in mijn huidverzorging. Maar plaatselijk waar ik de pukkeltjes had, dus hier en hier, heb ik extra MSM-gel gesmeerd. Dat is een gel met MSM. MSM is een soort zwavelverbinding. Zit daarin. Hey Neuza, leuk dat je kijkt. En dat neemt de ontsteking een beetje weg. En ik heb dat gecombineerd met een propolissalf. Een propolissalf ook weer heel zuiver. Propolis is een bijproduct van de bijen. Is eigenlijk een natuurlijk antibioticum. En zorgt dus dat ontsteking, dat de roodheid verdwijnt, dat ontstekingen samen met die MSM goed genezen en dat je dus een heel snel herstel krijgt van je huid. Op mijn nek en schouders, al wat dat allemaal zo stroef zat, heb ik dan een verwarmende zalf gebruikt. Ook weer heel natuurlijk. Ik laat mij niet verleiden door de reclame. Ik gebruik echt puur natuurlijke zuivere dingen daarvoor. Ook weer gecombineerd met diezelfde MSM-gel, omdat die ook pijndempend werkt. En dat is mooi meegenomen. Dan voel je zo een instant verlichting, ontspanning. En natuurlijk is het ook belangrijk om buiten te gaan, om te gaan wandelen in de buitenlucht. Het is nu, ja, het was natuurlijk vandaag een beetje aan het regenen, dat is minder tof. Maar ik heb een hond en dat verplicht mij om minstens één keer per dag een wandeling te gaan maken. En dat is zo goed, want dan brengt het zuurstof in je weefsels en in je lichaam en je cellen. Je krijgt je lymfe in beweging en ook je darmperistaltiek, dat is de beweging van je darm, wordt op die manier gestimuleerd. En zo vinden die afvalstoffen allemaal veel gemakkelijker een uitweg. Dus, voilà, dat was mijn avond, mijn slaapverhaaltje, of hoe zeg je dat? Mijn verhaaltje voor het slapen gaan over de lever en de huid en de herfst. Je hebt ook een lever en je hebt ook een huid en jij leeft ook nu in de herfst. Dus misschien heb je hier ook wel iets aan. Ik wens het jou in elk geval van harte toe. En als je aan iemand denkt waarvan je denkt van, goh, dat is interessant voor hem of voor haar, tag die persoon dan even of stuur de video even door. Zo helpen we elkaar en zo maken we de wereld weer een beetje mooier. Is het niet? En als je vragen hebt voor mij of suggesties of reageer, laat het even weten hier in de commentaren. En nog eens, als je wil weten met welke producten ik werk, welke ik zelf gebruik en welke ik dus bijgevolg ook adviseer aan mijn klanten, schrijf dan even in de commentaar VIP, VIP. Dan nodig ik jou uit om in mijn groep te komen waar ik alles over mijn producten deel. Oké, dan rest er mij alleen nog jou van harte te danken om te kijken. Heb een fijne avond, heb een fijne dag, heb een fijn weekend. Zorg goed voor jezelf. Zo kun je ook beter zorgen voor anderen. Ik zie jou heel graag in een volgende video. Stel het wel. Bye bye.